Dag Henny. Hallo. Hallo, nieuw album. Tweede in 2 jaar tijd. In 1 jaar tijd. Oh, tweede in 1 jaar, klopt. 2014, 2015. Het begint een beetje op de Doe Maar-frequentie te lijken, langzamerhand. Ja. Qua ja. Albums. Zijn allemaal, ik vind het vrij persoonlijk album. Tenminste. Het is het, ja. Ja. In het nummer Vrij, daar wil ik graag mee beginnen. Spelen met vuur. Ik liep steeds op het randje, net niet in de goot. Ik dreef hem, dat is jouw vader, ja, tot wanhoop. Ja. Is er een specifiek voorbeeld dat je hem tot wanhoop dreef? Ja, nou, niet één specifiek voorbeeld, maar ik was niet de ideale zoon in zijn ogen. Ik was wel een slim jongetje, maar ik was gegrepen door de gitaar en maakte er niet echt heel veel van op school. Maar ik kon dat met gemak, maar het andere leven, muziekleven trok heel erg aan me. En dat vond hij zag dat niet. Ik zing ook in dat liedje, mijn vader kwam zo uit de 19e eeuw. Dat was hij natuurlijk niet, want hij was van 1906, maar zo zou je hem kunnen zien. Het was veel meer een 19e eeuw dan een 20e eeuw. Dat was een boerenzoon, kwam van het platteland. Dus ja, dan heeft hij ineens een zoon met bietelhaar en stadse fratsen die liedjes wil zingen. Ja. En hij had zich wel wat anders voorgesteld. Maar dat is uiteindelijk, dat gaf geen, want het was een verstandige man. Hij zag ook wel dat daar niet tegen te vechten was, dat heel sterk in mij was. En uiteindelijk heeft hij nog meegemaakt dat ik heel veel succes kreeg met Doe Maar. Hoe was dat voor hem? Ja, dat zag je toen wel in een iets ander perspectief. Wat heeft je daar nog iets over gezegd, zeg maar, refererend aan die... Mijn vader was niet een spreker. In dat liedje zeg ik ook, mijn vader zei niet veel en mijn moeder kon niet zwijgen. Ja. maar dat is ook zo, hij zei niet zoveel. Maar waarom merkte je dan dat hij wel dat mooi vond? De blik in zijn ogen. Ah, ja. Ja. Dat hij dat, ja, vond hij eigenlijk wel heel erg leuk. En hij heeft natuurlijk niet meegemaakt dat ik daarna een in zijn ogen hoogstwaarschijnlijk veel normaler leven, gezinsleven ben gaan leven met thuiswerkend in de studio. Hij werkt ook thuis, maar in de Timmermans, hoe noem je dat, de werkplaats. Ja. Wanneer is hij overleden? Oh, dat is een heel goede vraag. Dat weet ik eigenlijk wel precies, ja. Ik geloof in 85. Okay. Ja. En misschien een vreemde dwarsstraat, maar hij, Timmerman, jij, liedjesmaker, zat daar enige parallel in uiteindelijk? Absoluut, absoluut. Ja. Ik zeg weer een ander liedje, maar nu we het toch over liedjes hebben, ik citeer steeds maar liedjes in ja. Het liedje Fijn om er niet bij te horen. Ja. Dat gaat over de zakenwereld. Heel fijn om daar niet bij te horen. En dan zeg ik ook, mijn vader zei altijd, als je een stoel maakt, dan maakt het niet uit wat hij opbrengt, maar hoe stevig hij staat. En dat vind ik ook van een liedje. Ik vind het niet belangrijk wat er nou met een liedje gebeurt, of dat het een hit wordt. Het moet gewoon een heel goed liedje zijn. En met gevoel voor detail in elkaar gezet en geen sloddervos teksten. En in dat opzicht timmer ik ook aan mijn liedjes. Dus daar staat toch nog wel een parallel achter. Ik vind van wel. Ja. Het is in ieder geval hetzelfde soort diepe concentratie. Ja. En hij was dan terugrekenend, hij was dan vrij oud toen. Ik had een oudere vader. Ja, 42 ja. Was hij dan al. Ja, zeker. Ja. Was dat, speelde dat ook mee wellicht in dat hij toch wat van de 19e eeuw? Nee, het is meer. Kijk, op een gegeven moment zijn wij allemaal. Vroeger waren er ouders en er waren een paar kinderen en die moesten gewoon rustig doen wat de ouders zeiden en niet al te veel aanwezig zijn. Zo was het vroeger. Er is natuurlijk een hele grote jeugdcultuur gekomen. Nu draait het alleen maar om de kinderen. Ja. En dat hebben wij allemaal geleerd. En er zijn boeken over geschreven. En dat is een ander soort leven. Maar in de 50e jaren bestond dat niet. Nee. Bestond dat niet. Het was een totaal andere verhouding tussen je ouders. En er waren ook geen cursussen, hoe voed ik mijn kinderen op? Dus mijn vader kwam zo van de boerderij de grote stad in. En
wilde dan geen koeien, maar stoelen maken. En die wist niet zo goed hoe die dat moest doen. En niet dat hij dat niet met liefde deed, maar ja, nu... Hij deed het misschien meer op gevoel. Nu is, hij was een vader en hij, als hij zei, het gebeurt niet, dan gebeurde het niet. Dat is nu anders. Ik noemde hem burger en noemde hem laf. Ja. Is dat echt gezegd? Heb ik wel steeds gezegd. Ja. Van dat hij zei van, dit leven, dat kan toch niet? En dan zei ik, ja, maar jij bent een burger en je bent laf. En dat nam je me niet in dank af. En ik mezelf ook niet achteraf. Ja. Maar ja, ik heb het nu vastgelegd. Ja, daarom. Nou, dat vond ik wel. En ik vond dat... ook in een ander nummer waarin je eigenlijk helemaal je geschiedenis schetst. Ja, Spelen met vuur. Ja, en ook met... Dat is dat liedje. Dat is waar ook Doe maar in voorkomt. Ja, ja. Hoe was dat om dat nummer zeg maar zo chronologisch te schrijven? Ja, dat ontstond eigenlijk tijdens de vorige tour met En Toch, plaat. Ja. Toen had ik een andersoortige band en speelde ik ook in het popcircuit. En toen heb ik dat liedje eigenlijk mijmerend tijdens soundchecks in elkaar gezet. En er kwam iedere keer een couplet bij. En toen deze plaat ging maken, nog twee coupletten. En op een gegeven moment is het een heel verhaal geworden. En hoe voelt dat zeg maar om dat zeg maar nu gewoon een soort biografie te maken? Ja, een autobiografie. Ik denk dan, dat is gebeurd, hier hoef ik niet te schrijven. Dat lijkt me heel vervelend. Nee, maar het is wel zo. Ik kan me zo voorstellen, zeg maar, als je zoiets schrijft, dat schrijf je misschien minder snel als je 20 bent of 25. Ja, dan heb je minder tijd om terug te kijken natuurlijk. En dan heb je ook er zijn mensen van 20 die al heel veel meemaken, maar je hebt niet zo'n merk waar je herinneringen uit kunt halen. En met het schrijven van dat nummer zijn er nog bepaalde dingen die je niet hebt opgeschreven? We moesten er nog geschreven. Ja, er is heel veel niet opgeschreven. Ja. Er zitten grote gaten tussen. Ja. En er is ook heel veel wat ik eigenlijk helemaal niet kwijt wil natuurlijk. Ja. Ik ga het doen. Ik kan vragen wat. Ja. Daarom is het niet als ik het niet in een liedje zeg, dan zeg ik het ook niet helemaal. Er zat ook een stuk in van in nummer Vrij. Zing je dat er meer moest zijn, wist ik al met 11. Nou, je bent 48 geboren, het is 59. Ja. Elvis kwam misschien al eerder. Dus ik vroeg me af van wat specifiek gebeurde er in 59? Dat je dat wist. Nou, dat gebeurde niet zo heel... Ik wist al heel erg snel dat... dat ik de wereld waar mijn ouders in leefden, dat niet de wereld was die ik ambieerde. En ik was... Ik was een nieuwsgierig kind, ik was een ongelooflijk verstokte lezer. En mijn ouders hadden geen bibliotheek of zo, dus ik haalde boeken uit de bibliotheek. En ik was altijd op zoek. En ik was ook altijd op zoek. Ik had altijd heel veel vragen en die hoefde ik thuis niet te stellen. Dat lukte niet. En nou, toen ik 11 was, wist ik al, ik moet hier weg. En toen ging ik naar een seminarium. Missionaris te worden, maar dat is gelukkig niet, is dat ook mislukt. Was dat een keuze die je zelf gemaakt had? Of was ja, dat... nou ja, dat was toch een glimp van een culturele wereld die mij meer kon bieden dan wat ik thuis kon vinden. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen met die zin. En is dat zeg maar die... Heb je daar iets gevonden uiteindelijk? Ik heb daar een heleboel gevonden en... Ik had daar eigenlijk God moeten vinden, maar dat is niet gelukt. Ja. Ik heb hem nooit gezien. Ik ben niet gelovig. Maar ik ben natuurlijk wel een culturele katholiek. Dat wil zeggen, alles wat katholicisme, het christendom moet ik eigenlijk zeggen, heeft voortgebracht, daar ben ik wel in geïnteresseerd. Ik zou geen kathedraal voorbij lopen zonder even binnen te kijken hoe het glas en lood erbij hangt. Ik hou van Gregoriaanse muziek, ik hou van heel veel poëzie die geschreven is door zeg maar katholiek aangehoogde dichters. Dat blijft altijd, maar ik ben niet gelovig. Wat trekt jou daarin aan, zeg maar, in die kunst? In die contemplatie, verdieping, concentratie, gewoon
ja, dat er meer is dan al dat geschreeuw. Dat, en als je je goed kunt concentreren op wat je aan het doen bent en in solitude een beetje alleen, dan ja, dat vind ik wel een fijne vorm van leven. Dus dat, zeg maar, dat heb je daar kunnen... Ja, die concentratie, dat is volgens mij, ik merk dat ook als ik met de jonge muzikanten werk, die, waar ik alleen, verder alleen maar lof voor heb, omdat die... Ja. Zoveel verder zijn dan wij op die leeftijd en zo, ook geobsedeerd door muziek en zo. Maar de concentratie is anders. Ik kom van alleen maar mensen uit mijn generatie tegen die zich echt goed kunnen concentreren op iets wat ze aan het doen zijn. En dat is, zeg maar, dat is denk ik wel een pluspunt om tot iets... Ja, en te komen. Zo, en het is ook een pluspunt van die generatie. En dat komt ook omdat we natuurlijk... redelijk sober zijn opgevoed. Dat wil zeggen, soberte qua aanbod. Hè. Geen iPad, geen iPhone, geen televisie zelfs. Een radio. Dat was het in de 50er jaren. En dus, wat bleef er over? Een goed boek. En dat is een soort van concentratie die de jeugd nu veel minder goed opbrengt. En ze zijn wel allemaal veel slimmer en sneller, want ze kijken naar een iPad terwijl ze aan het bellen zijn met hun iPhone... kijken naar het nieuws en luisteren hoogstwaarschijnlijk ook nog met dit oor naar de intro's van hits, want ze luisteren de hits verder niet af, en maken hun huiswerk en houden hun ouders tevreden. Dat is echt ongelooflijk. Dat heet multitasking. En dat, zeg maar, dat zeg maar, de informatieverwerking gaat sneller. En wat is het nadeel daarvan, zeg maar, van die snelle informatie? Ik denk dat het heel veel voordelen heeft. Het is alleen dat ik zie dat... Ik kan helemaal niet multitasken. Ik doe iets en dan doe ik het echt. Of ik componeer, of ik lees, of ik fiets, of ik zwem. Ja. Maar dan doe ik dat en niks anders. Ik vraag me soms wel eens af, zeg maar, ik zit dan een generatie tussenin, dat ik denk van, ik merk het ook aan mezelf, dat ik het soms mis en moeilijker vind om me langer te concentreren. Dat ik het vroeger wel beter kon, omdat er zoveel afleidingen zijn, waardoor ik eigenlijk... Wat u zei, door echt iets goeds af te maken, gebeurt daar dan minder snel. Ja. Denk ik. Ja. Maar goed, ik wil die woorden niet in. Nee, maar dat is ook zo. Vooral bijvoorbeeld als ik met een liedje bezig ben, dan kun je heel veel kanten op. En het liedje geeft zelf ook wel aan welke kant het op wil. Dat is een vreemd proces waar ik eigenlijk heel weinig van begrijp. Maar soms loop ik wel een maand aan één liedje te denken. Echt van, oh, als ik dat nou zo... Nee, moet ik niet doen, dat is klef. Of die. Alleen door erop te focussen kun je het van verschillende kanten kun je de tekst bekijken. En dat werkt eigenlijk het beste als ik ergens alleen in een bos in een kamertje zit of zo. Wordt dat makkelijker trouwens, dat proces? Die keuzes maken? Ja, kijk, ik ben natuurlijk al wel verloren voor de echte moderne maatschappij. Ja. En niet dat ik nostalgisch ben en het terug zou willen, want de 50 jaar waren natuurlijk ook was een grauw tijdperk. Ja. En als ik zie hoe fantastisch mijn kinderen, maar alle kinderen, alle jonge mensen die ik zie opgroeien, dat is het niet. Maar ik heb besloten dat ik niet in al die gekte meer mee hoef en zo. Nou, wat ik vooral bedoel met de vraag is, wordt het makkelijker om die keuzes te maken voor een lied? Ja, ik ben wel makkelijker, ook omdat ik vroeger heel veel restricties had in liedjes. Die moesten afstandelijk zijn en er moest om gelachen kunnen worden, er moest een beetje cynisch zijn en je moest me zeker niet geloven. En we waren altijd een beetje gechargeerd, een beetje opgeblazen. En nu zijn ze eenvoudiger en de teksten zijn veel eerlijker eigenlijk. Zeg maar dat... Omdat het me niet meer uitmaakt wat iemand ervan denkt. Wanneer is dat gekomen? Ja, dat is iets van de laatste 10 jaar of zo. Al lang, ja. Speciale aanleiding? Nee, niet zo dat ik ineens, oh, ik moet het anders gaan doen. Maar ineens voelen van, ja, dat is toch iets wat ik kan. En als ik het dan nu ga doen, dan kan ik me niet achter al die ironie, die bergen ironie en cynisme blijven verschuilen. Want en zo wil ik niet verdwijnen, begrijp je? Ja. Ik wil ook een paar dingen die ik echt meen achterlaten.